alles is gezondheid. Vision 2020. En daaronder staat ook heel prachtig The Right to Sight Netherlands. Jullie worden zo direct met het zetten van de handtekening partner van het programma Alles is Gezondheid. Wat was de reden voor jullie om dat partnerschap aan te gaan? Verbreding van de horizon voor ons. We zijn al meer dan 10 jaar bezig. We zijn zelfs opgericht door Els Borst, de voormalige minister van VWS. En we vinden het heel belangrijk om aansluiting te vinden bij andere groepen om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Wat we vooral willen is een project onder ouderen opstarten via buurtzorg. In de hoop dat we op deze manier ouderen beter zelfredzaam kunnen maken door hun gezichtsvermogen te controleren. Want het blijkt dat 1 op de 20 alleenstaand wonende ouderen slechtziend of blind zijn. Wat we weten is dat onder ouderen veel slechtziendheid en blindheid voorkomt die onnodig is. En vandaar het project met buurtzorg dat we gaan instellen. We hopen op die manier, op een innovatieve manier, de zelfredzaamheid van ouderen enorm te kunnen verbeteren. Consequenties als je slechtziend of blind bent, is dat je 30% kans hebt op depressiviteit. Dat je een veel grotere valkans hebt. Dat je niet kan autorijden, dat je moeilijker de krant kan lezen. Kortom, de kwaliteit van leven wordt enorm aangetast. In de eerste instantie moeten mensen gewoon gediagnosticeerd worden, dat ze dus minder zien. Er werd er net al gezegd, mensen zijn zichzelf vaak niet bewust van dat ze beter zouden kunnen zien. Het hoort erbij, je wordt ouder en je ziet wat minder en je hoort wat minder. Maar met heel simpel goede brillen zou een groot procent van het aantal ouderen al gered zijn. Dus als je die mensen in beeld brengt en goed doorverwijst naar opticiens, naar oogarts, naar andere instellingen, dan bereik je een groot aantal patiënten wat niet meer gaat vallen, wat niet meer depressief thuis zit en zichzelf niet meer kan redden. Die doelgroep proberen te bereiken doordat wijkverpleegkundigen van buurtzorg bij mensen op bezoek gaan en een hele simpele test die we zelf ontwikkeld hebben gaan uitvoeren. En dan kan je onmiddellijk zien of iemand wel of niet goed ziet. Het probleem is dat slechtziendheid en blindheid heel langzaam ontstaat. En dat ouderen dus zelf niet in de gaten hebben dat ze zelf slechtziend zijn. Alles is gezondheid.